Wat was jouw laatste Utrechtse club? DOS. Het is alweer bijna 12 jaar geleden, dus ik ben terug. Rodney Snijder is terug in Utrecht. Het kleine broertje van Wesley trainde vanochtend onder toeziend oog van vader Barry voor het eerst mee bij FC Utrecht. Ben je echt blij met hem? Ja, dat is op zich een gemene vraag, omdat je weet wat er zich afgespeeld heeft. En ik ben altijd blij met goede voetballers. En ik heb gezegd van dat het niet om de persoon gaat, Snijder. Al was het mijn zoon geweest, bij wijze van spreken. Als je dan ook niet ingelicht wordt. Nee, oké, daar gaat het om. En het gaat niet om de persoon, Snijder. En ik ben blij met zijn komst. Wat is je favoriete positie? Ja, links op middenveld of centraal. De 10? Ja, daar zou ik ook kunnen spelen. Dat lijkt me een lekkere positie. Helemaal in dit elftal met Moulenga en Gerrit voor je. Twee snelle, grote, sterke jongens. Dus het zou best kunnen. Rodney is, het is al gezegd, een broertje van Wesley. Een van de beste voetballers van de wereld. De kans bestaat dus dat de verwachtingen van Rodney hoog zijn, omdat hij een Snijder is. Ja, ik begrijp dat mensen dat doen. En ik begrijp ook dat mensen gaan vergelijken. Maar dat is niet nodig. Hij speelt bij Inter, ik speel bij Utrecht. En that's it. Zijn er vergelijkingen tussen jullie als voetballer? Ja, ik denk wel dat er vergelijkingen zijn. Maar dat laat ik aan andere mensen over om dat te beoordelen. Wat is behalve de kwaliteit? Want laten we even aannemen voor het gemak dat verschil er is. Anders dan zat jij niet bij Utrecht. Wat is behalve de kwaliteit het grote verschil tussen Rodney en Wesley? De lengte. Hij is wat kleiner. En het haar natuurlijk.